Hi en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag een keer geen digitaliseren of locomotieven. Ik heb wat vakantie, dus ik ben eens een keer mijn baan aan het opbouwen. Of eigenlijk een baan, want er is niet specifiek één baan die ik heb. En met het maken van deze filmpjes heb ik nogal wat extra rails bijgekregen in de loop der tijd die bij een interessante locomotief zat die ik wilde hebben. Dus vandaag een filmpje. YouTube-uitzending over rails. Want dat heb ik allemaal in mijn verzameling inmiddels. Ik heb de oude Messing Fleischmann rails. Die liggen hier ook twee voor mijn digitaal programmeren en testen. Aluminium Lima rails. Deze is ook nog eens bijzonder slecht gegoten. Ik heb ook nog een UHEF stuk rails, maar dat is eigenlijk een langer stuk Lima rails. Zelfde materiaal, zelfde opbouw. Dit is een stuk Pico rails van Blik. En dan gaan we naar de oudjes toe. Dit is Blikken Lima rails. En die kan, als het goed is, als hij niet helemaal vergaan is, aangesloten worden op de Pico rails. Nou, met moeite. Zo. En een hele oude Fleischmann rails met hetzelfde systeem van deze pinnen die in het blik schuiven. Hier, dit onderste onderpad is eigenlijk papier. Je kunt het hier ook in de hoekjes zien dat het een beetje aan het verbladeren is. Bij alle anderen is dit gemaakt van plastic. Mijn eerste baan was een Pico baan. En daar kreeg ik ook deze hele mooie wissels bij. Deze doet het denk ik niet meer. Nee. Deze zijn dus ook helemaal van blik. En is ook duidelijk te zien. Met een magneet tegenaan drukt. Omdat Pico toch zoiets had van de wereld gaat over op dit schuifsysteem waarbij er zo'n zo'n spoorstaafverbinding zit waarbij het niet erin schuift, leverden ze tussenstukjes mee. Die voor mij waren zwart, die liggen ook ergens. Maar ik kon ze gauw even vlug een witte vinden. Deze gingen zo mooi hier op de ene kant op de Pico. Aan de andere kant konden ze op de Fleischmann of Lima rails. Eens kijken of dat deze... Oh, dit is echt een goed voorbeeld van Lima. Hier zijn de aansluitpunten van verbogen. Tegenwoordig zijn de rails gemaakt van nieuw zilver. Dat oxideert tenminste niet zo heel erg. Ik moet zeggen dat het blik ook niet erg oxideert. Heeft minder schoonmaak nodig dan mijn messing of mijn aluminium. Maar dat blik dat glijdt dus weer een stuk minder. Kijk, zo had je een mooie overgang. Dus als je een grote baan hebt van de... Zo, los van het blikken spul. Dat gaf toch problemen. Moest je toch op meerdere plaatsen leidingen naartoe trekken om overal je stroom te krijgen. Die wissels waren wel grappig met dit mechanisme waarbij deze knop meedraaide. Maar ze blinken niet uit in stevigheid. Ik heb nog één wissel van Pico die het doet. Van de 8 die ik op dit moment heb. Nou, de mooie messing rails glijden mooi goed stroom, maar trekken ontzettend veel vuil aan, oxideren. Dus je moet ze regelmatig met een bubblegum of wasmachine bewerken om ze weer schoon te krijgen. Daarentegen zijn ze niet kapot te krijgen. Dat is wat anders dan met de Lima's. Je kunt hier ook zien,
Ze hebben hier wat foutjes gemaakt met het gieten. Het plastic zit tegen de zijkanten van de rails aan. En dat is misschien wel goed ook, want met de meeste andere Lima rails die ik heb, zit dit hier zo los erop dat als je er een beetje tegenaan drukt, dat de hele spoorstaaf loslaat. Nou, en het mooiste die ik toch tegenkwam, vond ik deze Lima imitatie van een Fleischmann rail. Volgens mij, ja, ze hebben zelfs evenveel punten waarmee ze hem om de of door het plastic vast hebben gezet als Fleischmann op het papier. Alleen dan iets groter gemaakt, iets langer gemaakt. Hetzelfde systeem verder. Bij Pico is het zo dat dit twee pinnen zijn die los van elkaar kunnen. Wat dus ook nog alles gebeurde, dan stak de rails precies tussen deze pinnen door. Ontspoorde je trein weer. En deze Fleischmann heeft een zit aan de bovenkant vast, dus het is een gebogen stuk metaal, dus daar kun je in ieder geval niet tussenin. En hetzelfde hebben ze gedaan met de Lima, alleen daar hebben ze eigenlijk de rails gewoon doorgetrokken en samengeknepen. Nou. Wat betreft de wissels, deze Pico hier, maar kijken, de collectie. Zo, dit is een hele oude Lima. Dezelfde soort als die rails met de samengeknepen pinnen. En ja, hij werkt. Hij werkt het beste van alle Lima wissels die ik heb. Maar het is niet bijzonder betrouwbaar, moet ik zeggen. Het is heel licht plastic spul. Dit, als ik het goed heb, ja, is ook een Lima en van latere datum. Deze, zie je de drie gaten, dit is zodat ze dezelfde opmaak kunnen gebruiken voor een elektrisch aangedreven wissel. En voor de handmatige liet ze gewoon de elektronica weg. Hier zit een schuifje op, maar er zit geen, zelfs bij deze oude zit een soort van klik. Dat die ergens overheen lijkt te vallen en dan open, rechtdoor of afslaat. Bij deze is dat helemaal niet en blijft ook regelmatig hangen of doet het helemaal niets meer. Hierin zit een veer die meebeweegt. Zodat die wel terug klikt. Heel simpel mechanisme. Ook niet de beste wissels. Ze zijn wel doorverbonden hier tussen de twee spoorstaven, zodat deze twee aan elkaar verbonden zijn en deze twee aan elkaar verbonden zijn. Dat zijn met deze strips hier. En dat is ook iets wat niet te onderbreken is. Dus mocht je twee lussen hebben los van elkaar of twee banen los van elkaar en je wil niet dat hier geleiding tussen is of je wil dat alleen dat de trein stopt. Als de wissel verzet wordt aan dit eind, zodat hij er niet overheen kan rijden. Dat kan niet met deze, omdat deze altijd stroom geleiden. Nou, dit is helemaal een oudje. Dit is een Fleischmann. Elektrisch aangedreven. Ook met deze pinnen erop. Dus uit de, waarschijnlijk zelfs dezelfde periode als deze met de papieren onderkant. Het is hetzelfde soort blik. Past ook precies. En hij is wat versleten. Hij doet het niet helemaal meer. Ik heb al gemerkt als je hem een paar keer goed op en neer beweegt, dan gaat hij weer. Maar deze heeft dus ook weer drie stroomaansluitingen. Er komen hier ook een onderkant uit. Dus ik denk dat je deze, dus je kunt kiezen hoe je hem aansluit. Ik heb hem nog niet open gehad. Ik ben wel benieuwd van welk jaartal deze is. Maar aangezien er staat Western Germany, is hij sowieso van voor 1990. Ik vermoed jaren 70. En mijn meest gebruikte wissel is de Messing Fleischmann. Dat komt ook door waarvan wanneer dat meestal mijn materiaal is. Ik vind deze heerlijk lekker, eenvoudig, klein pinnetje. Ik heb opklik dingen om ze elektrisch te maken. Falen bijna nooit. Alleen moet je zelf die contacten regelen. Hier zat oorspronkelijk een zwarte
verbinding tussen de, die ik er als kind natuurlijk overal uit heb gehaald en nu weer terug moet zetten. Maar ja, dit is mijn favoriet van het oude materieel. Binnenkort hoop ik eens wat nieuwe rails en wissels te hebben. En ik ben heel benieuwd wat er inmiddels allemaal te vinden is. Want ik ben al jaren niet meer op zoek geweest.